bent hier bij Adrie van der Linden, Oude Schonebekerstraat, Nieuw Amsterdam. Ik ben hier 50 jaar geleden ben ik terechtgekomen vanuit Australië. En nou ja, ik ben dus eerst vogels gaan houden en ben in contact gekomen met de familie Koopman. We hebben toen wat kanaries geruild tegen jonge duiven. En zo ben ik hier van start gegaan, maar met jonge duiven, tot 1989. Vanwege de drukte in de zaak konden we gewoon niet meer aan. Ik stond buiten te wachten als de duiven kwamen en de winkel vol maar met klanten, dus dat ging niet langer meer. En in 2007 weer herbegonnen. Mijn vrouw was daar dus niet zo'n voorstander van. Heb ik heel stiekem daar dus wat late jongen gekregen van iemand hier aan de overzijde die dus ook heel sterk speelde. Gerjan Heerkes. En die heb ik daar dus een tiental duiven gehad. Dat op een gegeven moment een keer een klant in de winkel zei van: ik hoor duiven boven. Ah, dat kan niet, zegt mevrouw, want hij heeft al lang geen duiven meer. Maar dat bleek dus wel zo te wezen. Momenteel zit ik met de jongen erbij op 170. En dat zal dus in juli rond de 200. Ik heb alles zelf gebouwd. Ook de verbouwing binnen de boerderij heb ik allemaal zelf gedaan. Het geheim van de hokken. Nou, vooral dus dat hok achter mij, dat het hoog is en altijd prettig warm. Ook in het vroege, zeg maar, in het vroege voorjaar en in februari ook, als dan de zon daar een keer maar een dag schijnt, dan is zo 18 tot 20 graden. En het fijne van dit hok is dat het op het oosten ligt, bij een wegdraaiende zon, zelfs op een hete dag, dat het dus nooit oververhit raakt. Dit is mijn trots. Dit is de 910. Met drie eerst in een groot verband en twee in de afdeling. En deze familie, daar heb ik nu al 14 keer een eerste meegevlogen in de afdeling sinds 2007. Die familie bestaat dus voornamelijk uit dus, duiven, maar van Ferry van Loon. PV de Stormvogels hier op Zandpol. Zeker een hele leuke vereniging. En we zijn onlangs dus, zijn we samengegaan met de vereniging uit Veenhoord, waar we dus een aantal jongens hebben bijgekregen, waaronder Gerard Koopman. Dus dat geeft dus weer een extra drive om er weer tegenaan te gaan. Als ik in Australië kom en ik hoef maar Gerard Koopman te zeggen, dan weten ze gelijk over wie ik het heb. Het bezig zijn maar met de duiven, het contact maar met mensen, dat vind ik dus zelf heel erg prettig. Ik heb dus nou ja, ook wel in het afdelingsbestuur gezeten, wat werk voor het NPO gedaan. En nu nog ook alle GPS-contacten moet ik dus bij de liefhebbers allemaal vastleggen. Dat vind ik heel belangrijk, vernieuwingen. En vooral ook het contact. Ik vind dus ook dat oudere liefhebbers contact moeten zoeken, maar met jongere liefhebbers. Je kunt elkaar helpen. De jonge lui dus die met allerlei vernieuwingen aankomen, daar kunnen wij ook van leren. En wij kunnen dus onze ervaring overbrengen aan de jonge mensen. Net als dat op een gegeven moment we de klokken kregen, maar met de chipringen. Iedereen was tegen en na drie jaar was iedereen voor. Het was een geweldige ervaring, want je kreeg rustige duiven maar op het hok. Wat wij dus hier regelmatig hebben, is dat je dus 10 of 15 duiven dus tegelijk krijgt. Hè? En dat je dus in een paar minuten zo 30, 40 duiven maar kunt draaien. Dat is natuurlijk wel een hele beleving. Want je ziet ze dus hier, wij wonen hier heel wijds. Je ziet ze van alle kanten aankomen. Dat is wel dat geeft een kick. Ja, recht voor mij uit. Over de rondonde, langs de schoorsteen van de voormalige veenfabriek. Als ze daar wegkomen, dan weet je dat je goed zit.